worden dichtgemaakt met asfalt of straattegels. Schelden met kanker moet stoppen. En Raisheri studeert in Cuba. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van het Jeugdjournaal. Verschillende wegen in ons land vertonen grote kuilen die voor heel wat ongerief en gevaar zorgen voor weggebruikers. Daarom wil het ministerie van OW voorlopig de kuilen dichten door middel van asfalt en straattegels. Heel wat belangrijke wegen in ons land hebben een nieuwe asfaltlaag nodig omdat ze vol gaten zitten. Dit komt omdat er elke dag heel veel verkeer op de weg is, maar ook omdat de wegen voorbij hun levensduur zijn. Alleen is er geen geld voor een volledige aanpak van het probleem, zegt het ministerie. Het ministerie van Openbare Werken is daarom van start gegaan met een voorlopige aanpak van de gevaarlijkste kuilen. Nou, zoals u ziet op de achtergrond zijn we bezig. We zijn inmiddels gestart na die regenperiode met noodreparatie van de meest gevaarlijke gaten op de primaire wegen. We staan dus nu langs de MLK Highway. En dat is die strekking tussen de Dageraadweg en Toetliveau zijn we nu bezig de kuilen te lappen. Op deze manier gaan er dus nog meerdere wegen worden aangepakt. Het zijn allemaal de primaire wegen, waaronder zeg maar, de Quattaweg. We hebben laatst ook nog de Hernutterstraat gedaan. Een aantal wegen hoor, die we momenteel bezig zijn te lappen met asfalt. Omdat wij geen speciale wegen hebben voor zwaar transport van bijvoorbeeld houtblokken, moet een grote truck zich ook begeven op de openbare weg. Dat zorgt voor een snellere slijtage van de wegen. Elk materiaalsoort, welke voortdurend onderhevig is aan belastingen, is eigenlijk, gaat op den duur schade oplopen. Asfalt vormt geen uitzondering daarop. Kijk, op de wegen worden er ook zeg maar, borden geplaatst. Dat is er om de verkeersdeelnemers de aanwijzingen te geven van hoe zich te gedragen over de weg. Als een weg wordt ontworpen, gaat dat met een bepaalde zeg maar, ontwerpbelasting. Laatstelijk hebben we afgerond de andere strekkingen van de Martin Luther Kingweg. Als u dan een bord ziet bijvoorbeeld met 12 ton per as, betekent dat dat zo'n vrachtwagen per as met maximaal 12 ton over de weg mag. De verkeersdeelnemer dient zich te houden aan de aanwijzingen die er staan langs de weg. Ook water dat blijft zitten zorgt voor een snellere achteruitgang van wegen. Voordat het ministerie wil overgaan tot de heropbouw van de straten, wil de minister eerst het afwateringsprobleem aanpakken. Dit omdat water en asfalt niet samengaan. Het beleid van het ministerie, het nieuwe beleid van dit ministerie, van deze minister, is nu eerst aanpak van drainage en veiligheid. Waarna dus de wegen worden hersteld. Water en asfalt gaan niet samen. Dus je gaat eerst moeten werken aan die drainage, de ontwatering. Goed functioneren van je afwatering vanuit de weg. En daarvoor zijn er, momenteel contracten gesloten. Voor bijvoorbeeld aannemers met kolkenzuigers, ophalen van sloten en dergelijke. De meer duurzamere aanpak, dan hebben we het echt over de totale reconstructie en rehabilitatie van wegen. Dan hebben we het over een volledige opbouw. Nieuwe laag. Dat zit ook op de planning. Alleen zijn we zeg maar, thans een beetje in onderhandeling met de aannemers. Het gaat in dit geval meer om de financiële middelen, de financiële situatie. Maar dus dat hebben wij ook op planning. De werkzaamheden werden voor een bepaalde tijd gestopt vanwege de zware regenval. Nu gaat het ministerie door met het dichten van de gaten als voorlopige aanpak. Wanneer de wegen van een nieuwe laag asfalt worden voorzien, is nog niet bekend. De 57-jarige rijkste man van de wereld, Jeff Bezos, stopt met werken. Hij stopt als baas van het wereldbekende bedrijf Amazon. Bezos richtte op zijn 30ste Amazon.com op. Amazon.com is een webwinkel die gigantisch groot werd en hij werd er ook extreem rijk mee. Met het geld dat hij verdiende, kon hij andere bedrijven zoals Amazon Prime Video, streamingplatform Twitch en veel andere high-tech bedrijven oprichten of kopen. Zijn vermogen wordt geschat op ongeveer 170 miljard euro. Dat is ontzettend veel geld. Suriname verdient per jaar nog geen 500 miljoen euro. Maar er is ook veel kritiek op Bezos over hoe medewerkers van Amazon worden behandeld. Ze kunnen makkelijk ontslagen worden en hebben veel stress van hun baan bij het bedrijf. De vraag is nu, als Bezos daarmee nog problemen zal krijgen, daar hij opstapt als baas.
Bezos blijft betrokken bij grote besluiten van het bedrijf. For your once-in-a-lifetime journey, you will travel past the boundaries of Earth's atmosphere and into outer space. Van de maand gaat hij de ruimte in om een toeristische ruimtevlucht te maken. I want to go on this flight because it's a thing I've wanted to do all my life. It's an adventure. It's a big deal for me. De vlucht wordt uitgevoerd door Blue Origin, een bedrijf waar Bezos ook de baas van is. Het schelden met kanker op en rond het voetbalveld moet stoppen. Dat is de oproep van het Koningin Wilhelmina Fonds Kankerbestrijding, KWF. Het woord kanker. Mensen gebruiken het als scheldwoord, als stopwoord. Gewoon een woord dat ze op straat kunnen gebruiken met kanker dit, kanker dat, no go. Laten we onze handen ineensluiten om tegen dat ding te strijden. Het schelden met kanker op en rond het voetbalveld moet stoppen. Dat is de oproep van het Koningin Wilhelmina Fonds Kankerbestrijding, KWF. Het KWF zet zich in voor een beter leven van mensen met kanker, mensen die kanker hebben gehad en ook kanker te voorkomen. Met de actie wil deze organisatie dat er gedragsverandering komt. In Nederland schelden mensen elkaar vaker uit met deze ziekte. Het moment is daar. Een van de acties richt zich op het populaire voetbalspel FIFA 21. Dat spel is nu online te spelen met de tekst #AgainstKK op de shirts van sterren als Messi, Mbappé, Ronaldo en Neymar. Ah, kanker, ik stoot meteen. Je kankervader, zegt iemand. Kanker, goed idee man, ga zo door. Dus ik ben heel vaak live FIFA aan het spelen en dan zitten er heel veel mensen die mee zitten te kijken. Zitten ook in de chat. En als ik het dan veel voorbij zie komen, dan stoort mij dat. En ik weet dat het veel anderen kan raken en vooral ook kinderen kan raken die daar gewoon mee te maken hebben. Voor veel mensen is schelden met kanker erg pijnlijk. Omdat ze het zelf hebben of een van hun familieleden of vrienden zijn kwijtgeraakt aan deze ernstige ziekte. Wist jij dat 1 op de 3 Nederlanders kanker krijgt? Voor hen is kanker geen scheldwoord. Maar een keiharde trap in het gezicht. Daarom hoopt het KWF dat door deze actie mensen beter gaan nadenken en niet meer zullen schelden met dat woord. Let's do this! #TegenKK. Liefde. Wil je studeren voor arts? Dan moet je meedoen met een lotingssysteem, omdat er maar een beperkt aantal studenten toegelaten kunnen worden op de medische faculteit. Alleen de beste studenten worden toegelaten. Als je niet wordt ingelood, moet je naar andere opties uitkijken. Studenten met minder daadkrachtige ouders kunnen aanmerking komen voor een studiebeurs dat gefinancierd wordt door Cuba. Rajshri studeert geneeskunde en woont al 3 jaar in Cuba. Ik ben op een beurs hier op Cuba. De studie geneeskunde. Ik ben dus pas klaar met mijn theoretisch gedeelte. Ik ga door 4 praktijkgedeelte, praktijkjaren in het ziekenhuis. Sinds de jaren 80 maakte Suriname gebruik van de mogelijkheid aangeboden door Cuba. Jaarlijks vertrekken studenten richting Cuba om geneeskunde te studeren. We zijn ongeveer met 40 studenten in totaal van Suriname hier. Hier zijn we met 7 Surinaamse studenten samen op campus. En de rest is verdeeld over Cuba, verschillende universiteiten. Onder beursalen van de overheid, beursalen van Suriname zelf en mensen die zelf betalen. Rajshri verblijft al jaren in Cuba en heeft er nog 4 jaren te gaan om een medische graad in Cuba te behalen. Het theoretisch gedeelte dat ik al heb afgerond was een goed traject. Het was heel leerrijk en ja, het eiland zelf vind ik super. Het staat bekend als goed in de medische wereld. Cuba heeft 2 vaccins al gelanceerd die door WHO goedgekeurd moeten worden. Dus ik denk qua medisch zit Cuba wel heel goed. En dus vind ik het prachtig dat ik er deel van van kan uitmaken. Studeren in het buitenland is voor vele studenten een uitdaging omdat ze niet zo vaak in contact komen met hun familie. Dit is een van de grootste obstakels voor mij is ver zijn van mijn familie. Ik krijg wel heel veel steun van ze, financiële steun vooral.
Ik ben dagelijks in contact met ze via FaceTime of dergelijke. En ik probeer 2 keer per jaar af te reizen naar Suriname om dus ook wel daar te zijn. Rajshree heeft het theoretisch gedeelte van haar opleiding al afgerond en moet nu 4 jaar in de praktijk meelopen. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van het Jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken. Een prettige avond verder. Doei doei!